En ze zijn echt zo lief van, ik ben in 2 maanden verder gekomen dan in 5 jaar. Dus dat is echt heel leuk. En je voelt, kijk hoe lekker hij dit vindt. En zo ziet het eruit. En ik zweer het, daarom wordt hij nu zwart. Kijk hoe goed je die stippen kunt zien. Niet normaal. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag een lekker dagvlogje. Want ik dacht, dat is natuurlijk ook gewoon leuk. Ik heb Panini een banaan gegeven. Het is even aan te werken. Gaat het, jongens? Het is ook nog een beetje taai. Ik had alvast les gehad met Ivanka. En die wilde dat wel een stukje op film. Dus daar gaan jullie nu even naar kijken. En daarna ga ik hem gewoon lekker verzorgen. En dat soort dingen. En lekker eigenlijk een dagje mee op stal. Ik heb wel meer lessen, maar ik film natuurlijk niet iedereen zomaar. Dat. En ook trouwens, we hebben dit weekend onze 2e wedstrijd, dus gaat het even niet. Kijk nou, jongen. Dat is wel spannend, dus we gaan even ervoor trainen. Deze week was hij niet zo heel fantastisch. Je hebt een haartje, van strootje. Maar ik heb hier lekker een beeld. Ik moet toch een beetje kilometers maken om een beetje constant te krijgen. En dat. Maar vandaag is het gewoon lekker vrij. Gaan we lekker een beetje tutten en zo. Dus ja, blijf lekker kijken. Ik doe alvast even trouwens het setje in. Die heb ik van Vee geleend. Want die van mij is dus nog steeds stuk. Want ik heb hem teruggekregen. Ik had die met terugbraakfunctie, maar het doet het niet. En die van Vee werkt gewoon beter en die heeft geen terugbraakfunctie. Zo irritant. Maar ik moet er dan achteraan. Daar heb ik weer net geen zin in. Dus dat ligt dan alweer 2 weken bij mij in de auto te wachten. Tot ik dat een keer opnieuw ga opsturen. Maar ja, nu ga ik even snel door. Geef maar wat lengte, ja? Kijk eens. Hard werken wordt beloond, hè? Je hand een beetje dragen. Kijk maar of je zijn neus wil zakken nog. Goed, hè? Super. En je hand weer mooi dragen en voor je houden. Ja, mag ik dit erin zetten? Ja, dat denk ik ook wel. Dit mag wel. Doe je nog een beetje langer. Kijk hem gaan, het raket. Heel klein beetje terug in tempo. Ja, mooi. En je voelt... We hebben er net aan voor de bui waren we klaar. En het ging echt super goed. Het was echt zo veel verschil. Ik geef Ivanka denk ik nu 2 maanden les. En ze zijn echt zo lief van, ik ben in 2 maanden verder gekomen dan in 5 jaar. Dus dat was echt heel leuk om te horen. En precies waarvoor ik het doe. En bij haar kan ik wel eens filmen. Want zij vindt dat wel prima. Dus dat is leuk omdat jullie klein beetje kunnen meekijken. En ja. Dit was bijvoorbeeld een paardje wat best wel stug was in zijn mond. En ja, nu laat hij echt helemaal los. Hij was elk moment nagevelijk. En ja, echt een cadeautje. En hij is veel volwaarder. Dus niet meer elke pas been te geven en zo. Stuk losser. Dus dat is echt een cadeautje. En echt heel tof. Dus nu ga ik naar Panio. Ik ga hem even lekker in de molen zetten. Ik kan niet heel even bewegen. Dan ga ik ze hooi vullen. En Cupie daar buiten zetten. Dan kan hij even lekker wandelen. Kom je mee, Panini? Met je haren zo. Mooi.
Oh, en trouwens, hij wordt echt weer zwart. Want hier zie je dus heel mooi de bruine stippen. Of eigenlijk de zwarte stippen. Want ik geef dus die mineralenbroek nou. En je ziet heel mooi als de bruine haren eraf gaan. Oh, genieten. Kijk, die is echt een zwart. Very happy about it. Even kijken, deze is mooi leeg. Kom maar in. En dit is serieus zijn lievelingsonderdeel van de dag. Als ik hem eruit kom halen, dan wil hij niet mee. Doei, kijk, vind je leuk. Lekker wandelen. En dan ga ik even mijn timer zetten. Dan weet ik precies hoe lang hij buiten is geweest. Of althans in de molen. En wat doet die zon ineens? Hallo, je bent welkom. Hallo. En ik vul dus altijd deze. Maar ik wil eigenlijk liefst als van de grond eten. Dus dat leg ik dan altijd daar. Want hij wil het heel graag ook met water. Dat is ook waarom ik altijd dacht dat hij maagzweer had. Omdat het blijkbaar typisch is. Maar hij heeft niks van maagzweren. Dus hij vindt het gewoon lekker. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan doe ik zo de helft hierin. En de helft op de grond. En hij krijgt ook 2 keer per dag hierin. En dat eet hij allemaal op. En ik had toch verteld net over dat hij dan zwarter aan het worden is. Dat was dus omdat hij dan tekort kwam aan een bepaalde soort vitamine. Dus ik heb hem toch een balancer gegeven. Ik dacht altijd, ja, moet dat nou als hij ook al brokjes heeft. Maar dat was niet in genoeg in verhouding. Dus ik geef dit erbij. En zo ziet het eruit. En ik zweer het, daarom wordt hij nu zwart. Dus ik ben er echt heel blij mee. Ik hoopte het al, maar ja, dan moet dat nog maar blijken. Ik moet wel een beetje opruimen zo te zien. Kijk, in zijn gewone eerste gewone lintjes. Echt cute. Hoi jongen. Hoi. De neus. Niet zo boos kijken, jongen. Het lijkt altijd een beetje mood swings, maar eigenlijk is hij heel lief, ja. Ja, kijk maar naar zijn oogjes. Ja, kom maar, vriend. Kijk, let maar op. Zometeen staan ze recht naar voren. Come on. Hey, zo zijn die horen goed, hè? Ja, dan heeft hij gewoon toch een beetje zo. Met dat voer daar, zeg maar, dat hooi. Geen minder buiten? Ja. Ik zet Cupido's eigenlijk elke middag buiten. En dan doet Romana het elke avond met Panino. Zodat ze er 3 keer per dag uitkomen. Dus dat is echt fantastisch. Dus ja, Cupido is mijn middagmaatje, hè? Ja, dat is even bij heel leuk, want het enige wat ik doe met hem is buiten zetten. Ja. Poepje. Nou, we hebben mazzelkip. Precies 1 vrij. We gaan maar lekker buiten staan. Met zo. Wat is daar? Kijken waar de boef is.
Daar is die. Is dat een leuk? Vond je het leuk? Ja, het liefst heb jij de hele dag rondjes. Je die stippen kunt zien. Niets normaal. Hier nog ook. Kijk eens. Dus ik zie het echt heel goed. Ik weet niet of de camera dat ook laat zien. Ja. Duidelijk toch. Jammetje, wat jou. Je mag echt niet. Je mag niet. Ik wil even kijken of ik hem in de longeerbak, nou, een losgooibak kan doen. Ik heb het een tijdje niet meer gedaan. Dus ik doe even de spacekappen op. Van die Escadon dingen met ook nog een beetje zo'n voorbescherming, zeg maar. Die voorflap. Dan heb ik een longeerzweepje mee. En dan ga ik denk ik even in de wachtrij staan. Want ik zag net dat er al wat mensen stonden. Maar ja, ga ik heel eventjes opdoen. We hebben even uitgestapt hier, want het ging echt heel hard regenen. Ja, was wel braaf. Hij ging één keer met zijn voorbenen eroverheen. Over, het is zo laag natuurlijk. En hij heeft wel een soort dingetje dat hij graag wil stijgen als hij wild is. Gelukkig had ik peeskapjes om en hij trok zich zo terug. Maar ik dacht wel even, paniek. Maar ja. Hè? Dat krijg je als je wilde pauw niet hebt. Oké, kom hierheen. Kijk, dat kent ie. Goed zo. Even mooi staan, want dit is een beetje gek, hè? Ja, dat is een stukje beter, hè? Zo, ja. Hi, schatie. Nou, hij vond het heel leuk, want hij doet het niet zo heel vaak. Wel gewoon in de logeerkraam, maar niet in zo'n grote bak. Omdat ik het altijd spannend vind, zo'n klein hekje. En dat bewees zich vandaag ook weer. Want ja, hij stijgert dus als hij blij is. En als hij dan uitslaat met zijn voeten, het is net bij dat hek, ja, dan raakt hij dus de bovenkant zo overheen. Nou, had hij ze gelukkig meteen terug, maar ja, niet zo leuk. Gelukkig had hij peeskapjes om en hij heeft niks, maar het is wel een beetje de reden waarom ik het niet zo heel graag doe.
Verder is het nu een beetje poetsen. En dan ga ik eventjes kijken bij Tessa. Die gaat zo lekker rijden. Cupido wordt denk ik inmiddels nat in de regen. Maar hij is zo lief, hè. Oh my god, echt zo'n lief paard. Het is diepje. Die ogen, het is zo cutie. Ja. Oh god. Kug het eruit, jongen. Oh. Wat zie je? Ja, er komt er iemand uit de andere logeerkraam. Echt een poepsie floepsie. Ik heb net vers eten gegeven. Brokjes. Maar je wil gewoon lekker hier, hè? Kijk, zo ziet het er dan vanaf mijn point of view uit. Ik heb gewoon panini in mijn space. Hallo? Och. Je kan niet in me, hè, panini. Nee, dat kan niet, hè. En ik weet het zeker. Wat erg. Hallo? Je bent zo schattig. Nou ja, gaat hij ook mijn schootje leunen? Gaat hij slapen? Ga je nu niet slapen? Nee, er zit er een telefoon, hè? Nou, ik heb net nog een paar lessen gegeven. Het was echt prime time. Het was woensdagmiddag. Echt super druk. Maar het ging allemaal heel goed. Dus dat was mooi. Ik ben benieuwd wie deze video's leuker vinden. Ik vraag het me echt af. Want ik weet niet wat hier nog gezien hebben. Ik heb echt helemaal niks. Maar ja. Dus ik dacht, kunnen we het ook een keer proberen. Mogen jullie zeggen wat je ervan vinden. Ja. Niet super lang. Maar wel even wat anders dan per se wedstrijden. Of dat soort dingen. Dus laat me even weten. En dan zie ik jullie in de volgende video.